Oh mijn god, wat is jij? Wat ben jij? Wat ben jij? Wat ben jij? Oké, jongens, we zijn er en hier zit dat oor. Dus laten we kijken. There we go. Cryonic oor. En je kan best makkelijk minen. Gaat er snel doorheen. Oh, wauw. Nou, dat had ik niet verwacht. Ah, alleen maar handig. Dus oké, we zoeken hier ook een lading van die essence. Dus we moeten kijken hoe we die essence krijgen. Dus die krijgen we van een bepaald aantal monsters, zoals dat ding. Teleporteert dat nou serieus door de map? Oh mijn god, dat ding is super scary. Oké, Frigid Bolt trouwens. Frigid Bolt! Oké, dat doet decent genoeg. Ja, het wordt gewoon invisible ook. Oké, maar ja, dat dropt wel die essence. Dus oké. Man, dat is een irritante mop. Jezus, daar moeten we oppassen. Die wordt gewoon invisible. En dan opeens van, hallo, hier ben ik. Jezus. Nou, dan gaan we maar op een avontuurtje, jongens. Dus ik heb genoeg dingen ermee. Dus ik zal jullie hier een beetje bijhouden, denk ik. Af en toe eens skippen. I don't know. Even zien of er wat exciting dingen te doen zijn hier. Dus het wordt gewoon het killen van wat mobs. Het minen van wat oor. En misschien krijgen we wat bijzondere drops. I don't know. Ik weet niet of er bijzondere drops zijn. Ik weet dus wel dat er... Oké, dat ding dropt volgens mij. Oh, hier is er eentje. Hoeveel levens hebben die dingen? Meer dan 1000? Ja, meer dan 1000. Net. Kijk dit dan. Oh, geweldig. Yep, ze droppen dus constant van die essence. Dus dat is super nice. Lekker veel. Oké, deze dingen droppen. Deze dingen essence. Ze zijn vanilla, maar... Oh, kom op. Jezus, het is echt wel even moeilijk hier. Oké. Ja, hopelijk met dat nieuwe armor wat we hiervan krijgen, zijn we dus beter bestand tegen al die dingen. Oké. Oeh, eet ze maar op. Ja, deze dingen droppen het ook. Nice. Oké, we gaan hierheen. Mijnen jou. We gaan hierheen. We mijnen jou. Blaas dit ding op. Deze mannetjes, die geven het ook. Oké, we zijn echt genoeg die het geven. Nice. Maar goed. Oké, ik weet niet hoeveel we er ook uiteindelijk nodig gaan hebben. Dat is het ook eerder. Mag ik een beetje voor me oppassen? Oké, hier zijn we al vaker geweest. Oké, dit is dus een ding. Tij. Het dropt wel veel. Oeh, een ancient ice chunk. Summon damage? Summon an ice... Wow, 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 wow. What? No way! Oh mijn god, jongens. Wat een drop. Wat een drop. Oh, dat is sick. Man, ik hou eigenlijk echt van magic, om eerlijk te zijn. Ook mijn summon. Nou, oké, dat is summon, hè. Ik wou het zeggen, magic. Het is gewoon summon. Here we go. Man, als er nu weer zo'n ding komt, dus hoe heet die ding? Ice Claspers. Oké, dus dat is de naam van die mobs. Oké, hij is daar bezig. Wat is er geweldig? Oh, we zitten hierheen. Kom maar, kom helpen. Petje. Pet, kom hier. We zitten hierheen. Nou, waar is je pet? Nee. Oh nee, hij gaat schieten op me en dan ben ik dood. Kom op, pet. Nee, hij kwam maar niet. Hoeveel oor heb ik? Ik weet niet, voor mij heb ik nog lang niet genoeg oor. Oh man, die pet die was gewoon er vandoor. Zo van, doei, ik ga niks meer doen. Dat is misschien wel irritant, omdat hij dus echt letterlijk naar elke monster kan vliegen. Maar als ik er 2 heb, misschien is dat beter. There we go, we hebben er 2. Oh man, die dingen zien er fucking cool uit. Oké, anyway, we hebben dus, waar ben je? We hebben 21 van die essences. Dat is super nice. Waar is het oor? Here we go, dat is het oor. Oké, waarin kan je dan maken? Gewoon hier, I guess. Dus dit cryonic ore. Dan kunnen we denk ik ook cryonic bars maken. Oh, hallo. Ja, grijp hem. Grijp hem. Grijp die angry nimbus. Hopelijk dropt hij wel leuks. Oh, Essence of Cinders. Nice. Oké. Dus, we gaan naar bar. And there we go. Cryonic bars. Oké, dus je maakt het... Oh, je maakt het een beetje apart. Maar het is gewoon 4 ore voor 1 ding. 24 hebben we, want ik vergeet steeds dat ik het niet uit moet halen. There we go. En dan gaan we nu eens kijken wat we kunnen maken. Dus, oeh, is dit het? Ja, dat moet het sowieso zijn. Oké, dus het heet DAE. Zo heet het spul.
Oké, okay, we hebben de 24. Dus hebben we genoeg voor een volledig set? Nee, want dit is 5. Ja, oké, okay, dat is niet genoeg. We hebben niet genoeg voor een volledig set nog. Maar we komen in de buurt. Oh, hoe zit het met die wings? Wing. Wacht, ja, nee. Gewoon wing. En dan doe ik gewoon alles weg. Oh, wauw, wat? Hoe heten die dingen? Oh, die kan ik waarschijnlijk gewoon nog niet maken. Wacht. Wings. Deze dingen wil ik hebben. Starlight. Oké, okay, we hebben de Cryonic Bars ervoor. We hebben de Essence ervoor. We moeten alleen nog de Souls of Flight hebben. Dus we moeten inderdaad naar boven gaan en wat Wyverns killen. Is dat niet gewoon verstandig om als eerste te doen? Dit, voordat we iets aan... Ja, misschien een pickaxe. Een pickaxe kan ik misschien maken. Dus ik wil gewoon even snel kijken. Jouw pickaxe. Ja, oeh. Shard Light Pickaxe. 190% pickaxe power. Hoe zit het met die andere? Het zit net onder Glorified. En hoe zit het met deze? Ja, dat is 200. Het zit er net onder. Dammit. Oké, okay, maar goed. Dit is dus sowieso super nice. Het doet ook best wel damage. En het ziet er best wel sick uit volgens mij. Oké, okay, dat ding gaat lekker snel minen, lijkt mij. Het is net iets meer dan dit, maar fine. Oh, sick. Oké, okay, dan ja, gaan we maar een soort wyvers killen. Want ik wil dus die nieuwe wings hebben. Het ziet er super vet uit. Het enige wat we letterlijk moeten doen is gewoon naar boven gaan en wyvers zoeken. En ik denk dat we wel redelijke dingen hebben voor wyvers te kunnen bevechten. Hoop ik. En ik weet niet, volgens mij is het dus, ik neem aan dat het dezelfde regels is als de harpies. Dat ik helemaal aan de zijkant moet zitten van een map. Hallo ster. Oeh. Oh ja, alle sterren pakken. Dit is belangrijk. Dus oké, jongens. We gaan dus op zoek naar wat wyverns. Ja, oké, okay, dus we zullen gewoon letterlijk hier staan en wachten tot we de wyverns krijgen, I guess. Oh, hallo. Wat de hel is dit? Wat de hel doen jullie nou weer? Wow, 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 wow. Oh, wyvern. Doet die wyvern dat? Oh. Crossbow. Come on, wyvern, die, 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 wyvern. Oh. Wop. Hij is bijna dood, hij is bijna down. Oké, okay, dit werkt redelijk goed, dit ding. There we go, nice. Oh, die dropt ook Astral Cinder. Ja, best wel logisch. Man, die dingen waren insane. Die tornado's. Dat had ik niet verwacht. Oké, okay, we hebben er 12, dus we hebben nog eentje nodig. Gaan we toch naar boven? We gaan even zo vliegen, kijk wat er gebeurt dan. Whee! Maar ik moet ze wel killen, anders zijn er zo geen dingen. Wyvern, yes. Okay, oppassen voor die tornado's. Hallo, oh. Je had me bijna daar, wyvern. Oh. Nee, nee, dank je. Oké, okay, oké, okay, dat doet best wel wat. Oké, okay, dat werkt super goed. Oh, dat werkt goed. Oké, okay, we hebben genoeg Souls of Light. Dus we kunnen hier in principe weg. Nice, wat ben jij? Oh, dat is van die Ice Clasper. Oké. Okay. Oh, god. Wacht, wat? Wow, hallo! Oh, jezus, dat schrok ik even van. Hallo daar, mevrouw. What the fuck? Ben jij degene die dus die dingen doet? Jij bent dus diegene die... Cloud Elemental. Wow. Die heb ik nooit tegengekomen. Dus jij bent nieuw. Jezus. Oh. Oké, okay, ik wil je even verslaan, alsjeblieft. Dit is een mini-boss, duidelijk. Oh, de wyvern. Wyvern ook. Nee, wyvern. De best nou niet. Ik wil mijn... ik wil mijn dingen even vermoorden. Mijn cloud lady. Oh, oh. Oké. Okay. Oké, okay, dropt alleen een lading gold. Dus waarschijnlijk... zal ze waarschijnlijk een rare drop hebben of zo. Dat is wel sick. Ja, ik wist dat er... Dat er zeg maar van dat soort type enemies zitten. Zeg maar gewoon enemies die heel vrouwelijk lijken. Ik weet dat er een lading van zijn. En het wordt ook letterlijk volgens mij in de mod waifus genoemd. Dus dat vind ik echt zo'n wauw, geweldig. Maar nou, dat was onze eerste waifu account, I guess. What the fuck. Oké, okay, geweldig. Nou, dus oké, okay, laten we maar gaan dan. We hebben denk ik wel even genoeg gedaan hier, genoeg gespeeld. Dus ja, nog gewoon zo, gaat iets sneller. Okidoki, dus we hebben genoeg van die souls. Dus laten we hier maar... We gaan kijken of we nog wat meer kunnen doen trouwens met die souls. Ben benieuwd. Oké, okay, souls of lights. Kijk, alle wings kunnen we ermee maken.
Letterlijk elke wing? Ja, elke wings. Dus oké, wat komt er hier nog naar uiteindelijk? Terragon wings? Hebben we van het Ulibloom? Oké, dat is een spel volgens mij in de jungle. Oké, dus dat is 3 en 240. Zijn dit dan de beste wings? Ziet er wel naar uit. Dit zijn de beste wings. Tenminste, die we hier nu eens van die in kunnen zien. Er zullen waarschijnlijk nog wel betere wings zijn. Ik weet het eigenlijk bijna zeker. Maar dat is de beste wings die je gewoon met deze tools kan maken. En dat is gewoon 30 van dat spul. En dan van het Ulibloom. Xerox wings. Is super nice. Corv Calamity hebben we dan voor nodig. Dat zijn van die super dure dingen. Maar dit. Deze kunnen we maken. En deze is dan daarna. Ja, deze is hierna. Dus oké, de Discordian Wings, dat betekent dat dit spul we redelijk binnenkort kunnen gaan minen. Ja, volgens mij na de Mechanical Bosses. En die zijn redelijk binnenkort aan de beurt. Maar volgens mij zit er nog één boss dus voor, en dat is dus die Ice Boss. Die ik dus waarschijnlijk volgende sessie gaan we niet doen. Maar niet deze sessie. Oké, Wing. Nee. Wat mis ik? Ik heb mijn assets nog niet gedood. There we go. En nu, Wing. There we go, jongens. Starlight Wings. Dit zijn mijn nieuwe wings. Oh mijn god, jongens. Ik kan zo hoog hiermee. Oh, dit gaat zoveel beter gaan. Ook voor bossfights en zo. En dan gewoon overal. Dit is gewoon zoveel beter al. Deze wings. Oh, zo nice. Zo nice. Kom vanaf de grond. Wee! Lekker hoog. Oké, ik ben weer blij. Dus dan gaan we terug naar de, hoe heet het, Underground Ice Biome. En dan gaan we dus meer van dat oor halen. Want we willen nog naar de dingen gaan, hoe heet het. We willen richting het armor gaan. Dus dat is het laatste waar ik deze episode wil gaan doen, denk ik. En dan, misschien dat ik nog met dat Zerg Potion iets ging doen, wou ik nog wel doen. Ik ben even vergeten wat ik nou precies aan mee wou doen, maar dat zien we zo anders wel. Voor nu is het in ieder geval terug naar de Ice Biome en meer van het oor halen. Oh mijn god, wat is jij? Wat ben jij? Wat ben jij? Wat ben jij? Oh shit, dat is een Earth Elemental. Holy shit, dat ziet er niet. Dat ziet er wat minder cute uit dan die Cloud Elemental. Maar hij is ook een stuk zwakker. Oh Jesus. Ik schrok even compleet van dat ding, man. En ik heb gewoon 2 items gekregen. What the fuck? Slag Magnum en Aftershock. Wow, dat was echt even een grote. Shocker, dat was een enorm ding. Oh mijn god, is dat een ijs. Een ijs dingen. Hoe heet dat ding? Een icicle. Een keen icicle. We krijgen zoveel. Nog één? Wat de hel is dit, jongens? Cadeautjes overal. Ik ben gewoon lekker bezig hier. Er komt opeens een enorm ding aanvliegen. Een Earth Elemental. En dan hebben we hier, krijgen we van die icicles. Jezus. Oké, maar die had echt minder dan de helft van de leven van dingen. Die Earth Elemental was niet echt super gevaarlijk. Dingen was wel gevaarlijk, die Cloud Elemental. Dat was best close. Vooral omdat er ook een ding bij zat. Een Wyvern. Dus ja, je hebt dus heel verschillende elementals. Ik weet niet hoeveel precies, maar je hebt dus in de Cloud Elemental... Je hebt een Brimstone Elemental, en dat is een legit boss, van wat ik heb begrepen. Maar dat is ook echt zo'n Wyvern-type boss, volgens mij. Dus, maar dan een hel variant, zeg maar. Dus dan hebben je hebt het ook met... Ja, de Sand Elementals, of tenminste in de desert. Maar die zijn vanilla, maar dat is ook in die type. Dan heb je ook Water Elemental. Nee, die heet geen Water Elemental, die heet een Siren. Heb je gewoon. Zeg maar, dat is ook ongeveer zoiets. Dus ja, maar dit is dus iets heel anders. Dit zag er niet echt uit als een vrouwelijk figuurtje. Nee, dit was heel anders. Oké. Okay. In ieder geval, mooi. We hebben de tweede Elemental gehad. Dus dat is heel nice. Blijf weg, blijf weg, blijf weg. Ga dood, ga dood. Alsjeblieft, ga dood. Nee, niet ik. No, fuck. Oké. Okay. Oh, er zit ook een big run. Kom ook meteen aan. Oké. Okay. Weet je wat? We hebben wel genoeg. We hebben van mij echt lekker veel oor. Dus vooruit. Er zit een geluid, jongen, van die big run. Jesus. Oké. Okay. Anyway. Wat hebben we dus gekregen? Laten we eens kijken. We hebben 473 van het oor. En dat is ja, meer dan 100 van die bars. Dus laten we maar eens maken. Niet Bart. Hallo, Bat. Bars. Cryonic bars. Dus dan laten we er maar eens een lekker lading van maken. There we go. En dan pak ik er eentje uit. Om even te kijken wat we dus precies daarmee kunnen. Oké, okay, jullie gaan weg. Dit is geen material. Oh ja, ik wil nog even naar de slag magnum kijken. Oké, okay, oeh. Wacht eens. Oké, okay, het schiet. En als het dan
iets raakt, dan splitst het op in andere dingetjes. Oh, dat is best wel nice. Dat is wel een cool range weapon dan. En dit is melee. Ik weet steeds niet wat dit nou doet. Er staat van als je enemies hit of zo. Ik ga eerst mijn spullen dumpen. Dat is wel handiger. Dan heb ik wat meer inventory space. Dus dit was het al. Oké, okay. Nou, laten we eens kijken. Enemy, kom eens hier. Zijn mijn dingen trouwens zeg, mijn claspers? Ja, oh, dat ik door mag gaan. Oké, okay, dus ik wil met dit ding wil ik een enemy raken. Come up, enemies. Waar zijn jullie? Wacht, als ik dit raak. Oh, ja. Oh mijn god, dat is zo'n boulder van Golem al. Die krijgen we gewoon eruit. Damn, man. Ik wil eens kijken hoe raar deze drops waren. Ja, dat ga ik even snel doen. Oké, okay, beide items was een 25% drop. Dus dat is super lucky. Kans 1 op 16 dus. Maar die heeft nog twee andere items wat hij kan droppen. En één daarvan is ook gewoon een wapen. Maar het andere is een item waardoor je een sandstorm kan summonen. Dus dat is heel vet. Want ja, soms wil je bijvoorbeeld voor die ene... Hoe heet het? Voor de Descent Elemental. Wil je dat gaan doen? Wil je een sandstorm hebben? En die heb je niet altijd. Dus dat is wel nice. Die kan je op die manier dus gewoon summonen. Dus ja, dan moeten we gewoon onder ons zitten. Hopelijk krijgen we meer van die Earth Elementals. Maar er stond dat hij wel gewoon 6000 levens had. Net zoveel als die Cloud Elemental. Maar het leek echt niet dat hij zoveel had. Dus was dat gewoon een bug? Of zag ik het gewoon fout? In ieder geval, ja, apart. Anyway, we gaan gewoon... hoe heet het? Ik wou vechten met het ding. Met mijn wapen. Maar ja, ik geloof het wel. Dus in ieder geval super nice. Oké, okay. Dit ding ga ik zo ook even dumpen. Maar eerst willen we kijken, wat kan ik dus allemaal maken met de Cryonic Bars? Dat is oké, okay. Daar hebben we nog niet naar gekeken. Abyssal Warhammer. Dit is een nieuwe hamer, 110% damage. Dit is maar 80, dat is meteen een mooie upgrade. Ornate Shield. Hey, wat kom je hier doen? Ja, inderdaad. Jezus, leuke attack. Kijk, ik summon even jullie. Eentje maar goed, dat is goed genoeg. Oké, okay, we gaan verder kijken. Gewoon op ons gemakje gewoon langs en dan kijken wat we gaan maken. Dus oké, okay, de wings hebben we al. De press plate, dus het armor ga ik sowieso maken. Ornate Shield. 4 defense, material, increased defense by 8 and below. Oké, okay. Klinkt wel apart, maar niet echt super nuttig. Bar, Jesus, Bar of Life. Oké, okay, dus hebben we een bar van deze nodig. En een van die en een van die. Ja, ik kan nog wel herinneren dat er zoiets was. Inderdaad, dat je een bar was die je maakt van 3 andere bars. Dus Bar of Life. Cool. Oké, okay, jou heb ik. Crystal Piercer. Holy crap, dat is veel throwing damage. Een nieuwe bow. Het is een material. De Dark Light Greatsword. Eigenlijk wil ik dit ding wel maken als nieuwe wapen. Lijkt me best wel een sick nieuw wapen, om eerlijk te zijn. Nieuwe upgrade. Want daar zijn we wel aan toe. Shade Crystal Barrage. Dus dan maken we met de Crystal Storm. Die hebben we nog niet. Shimmer Spark. Dat is een yo-yo. Fire Stars. When enemies are nearby. Star Knight Lens. Trinity. En Bullets. Ja, yep, er zijn wel wat leuke dingen te doen. Dus het armor gaan we maken. Wat was dit nou? Zo'n hamer, hoeft in principe niet echt, want we hebben nog een goed hamertje. Dus we gaan voor armor, we gaan voor dit wapen. En dat is het wel. Misschien wel throwing dingen, dus een paar van deze piercers. Lijkt misschien ook niet echt super onhandig. Dus oké, okay. Laten we maar eens kijken dan. Dus dat heet DAE, heet het armor. Dus we pakken de breastplate. There you go. 17 defense, super nice. Pak de leggings. There you go. Maar nu, wat willen we dus worden? Willen we nou dus nog steeds magic blijven? Willen wij gaan voor ranged echt? Ergens heb ik het gevoel dat ik wat voor damage, of voor melee, Ergens wil ik ook magic gaan doen, maar ranged lijkt me ook sick. Maar zelfs melee is interessant. Dus ja, uiteindelijk kan ik alles samen doen. Dus uiteindelijk wordt toch alles samen. Dus dan doe ik alle, want dan heb je één armor set wat echt voor alles goed is. Dus, ik weet het niet. Het hangt een beetje, wat is dit? Wow, dat is iets nieuws. Oh, damn. Oh, dat is best sick. Oké, ik ben weer afgeleid. Ik zit te denken om nu voor range gewoon te gaan. Maar melee, dan krijg je super veel defense. Dat is misschien ook super handig. Maar daarna doe je minder damage, ik weet niet. Magic. Ik weet echt niet. Destroying, dat sowieso niet. Meen je ook niet. Dit is 5 defense. Ik weet het echt niet. Ik ben echt zo torn. Ik weet niet wat ik wil. We hebben range, dus 9. Magic geeft 10. Immunity to curse and give control over gravity. Oh, dat is al overal. Immune to curse and gives control over gravity. What the fuck? Oké, ik zeg we blijven voor nu magic. Oké? Okay?
We blijven magic. Ja. Oké. Okay. Dus magic armor. We kunnen altijd nog meer armor maken, dus dat komt nog. Maar nu, oké. Okay, hoe heet dat wapen, dat soort? Dit ding, ja, hier. De Dark Light Greatsword. Oké. Okay. Dus die gaan we maken, want we hebben precies genoeg ervoor qua Source of Light. Dus there we go. Annoying, dus ik wil hem upgraden. Super nice. En dan was er nog iets waar ik wou, toch? Ja, die piercers. There we go. Oké. Okay. Oh, dit is die Hearth Rapier. Oké, dit is wat ik bedoelde. We kunnen hem maken, wauw. Dus ja, dit is wat ik bedoelde. Een Hearth Rapier heals the player upon striking enemies. Dus dat is wat je kan maken met Life Crystals. Maar, nah, het doet niet veel damage. Het is gewoon een beetje healing. Oeh, Soul Piercer. Oké, dat is nog wel even. Cosmic Light Bars. Oké, maar van jou wel, Compardon. We pakken er gewoon 200. Gewoon even om te testen hoe die dingen gaan. Oké, dus dit zijn die piercers. Laten we eerst maar eens gooien. Wow. Oeh. Dat is mooi ranged. Oh, wacht. Het zijn gewoon echt... Je gooit ze zo. Man, dat zijn... Die gaan ver. Oeh, I like it. Dat vind ik niet verkeerd, hoor. Dat is best wel een lekker wapentje. Oké, dus nu het wapen. Het schiet een bal af. Oeh, dus ook... In principe is dat dan beter dan die throwing dingen. Aangezien het ook meteen op een wapen zit, op een zwaard. Even enchanten, tot iets goeds. Een pleasant. Oeh, dit kost wel veel trouwens. Maar ik ga toch wat meer gold farmen binnenkort. Oké, dus meer dan 14, 13, 13, 6, 12. Oeh. Oh. Dat is een upgrade. Nou, mijn Corrupted Crusher Blade heeft me ons lang goed gediend, maar... Dit is toch even wat beter. Oh, er komen... Wow, wacht even. Even weg jij, waar ben je? Ja, dat is dit ding. Als het iets raakt, ontploft het in meerdere dingetjes? Oh, wauw. En dit wil ik ook even hebben. Ja, kom hier. Oké, daar is hij. Oh, mijn god. Dat is zo sick. Oh, onder de grond. En het bounce ook, die dingen. Die dingen bounce ook. Onder de grond is dit wapen zo chill. Kan ik je nu al zeggen. Holy crap. Laten we hier even onder de grond gaan, even snel. Kijken of er toevallig wat nieuwe monsters zal zijn. Kom op, span jongens, span. Oh, wacht, ik weet wat ik ga doen. Want dat is waar ik de episode mee afsluit. Ik herinner het me nu. Ik wou... We gaan het nieuwe armor ook eens aan doen. Misschien helpt dat ook. Dus, oké. Okay. We hebben nu... We halen trouwens al deze dingen even weg. Dus... Zo. Dus dit is het armor wat we nu hebben. Met de helmet er ook bij. Oké, okay, we gaan gewoon binnen staan. Dat is wat beter. Oké, okay, dus dit is wat we nu hebben. En dan gaan we nu upgraden naar... Even kijken als ik dit allemaal weg doe. Dus even... Oké, okay, ik ben hier bijna dood, zie ik nu. Ik moest even antwoord geven. Kijk, dammit. Oh. Kom hier. Het werkt niet echt. Pet. Go. Krijg hem. Oké. Okay. Anyway, dat was dus mijn andere armor. We gaan nu de nieuwe armor aandoen. Dus je kan gewoon rechte muisknop op doen, zijn mensen. Ja. Dus jou, jou en jou. 59 defense. Wat is de set bonus? Set bonus grants magic damage, crit chance en defensive boost as health cast lower. You have a 10% chance to absorb physical attacks and projectiles when hit. If you absorb any attack, you are healed for... Oeh, 50% van de attack damage. Dat is super, super nice. Dat is echt super nice. Hey, en we hebben een party, jongens. Dat is wel inderdaad waard voor een party. En kijk mijn puls eten. Oeh, dit ziet er sick uit. En even dit pakken. Oké, okay. Maar goed. Om echt de ding af te sluiten, ik wil trouwens even dit snel switchen. Dus we hadden 41 eerst. En nu hebben we 51. Dus oké, okay, 10 meer. Maar dat is een super mooie upgrade. Dus we gaan het allemaal weg doen. Ja, ik hoef die Kenny dingen niet te hebben. Dus is goed. Alright. Nou, we pakken dus de Zerg Potion. En we gaan naar de... hoe heet het? We gaan richting de Hallowed. Want ik wil bij de Hallowed wil ik dus gaan vechten tegen Pixies. Dus dat is wat ik wil doen. Of ja, droppen die dingen ook. Nee, voor mij eigenlijk Pixies, hè? Nou ja. Oké, we gaan het gewoon doen en we activeren het nu meteen. Dan hebben we meteen wat leuks te doen. There we go. Oké, dus laten we maar eens gaan vechten. Hallo jongens. Oh, hallo, jullie ook. Gezellig. Oké, wacht. Mijn wapen wil ik doen. Oh, yes. Oh yeah. Oh, ik hou nog steeds van dit zo erg. Kijk al die dingen hier. Desert feathers. Oh, hey, hallo. Oh, ik moet oppassen dat ik niet dood ga, want anders dan verlies ik veel. Oeh, dat had ik niet moeten doen in de regen, I guess. Dat zal wel. Yeah.
There we go, en dashje. Oh mijn god, dat is zo nice. Dus ja, wat we dus in ieder geval gaan doen in de eerstvolgende episode is, we gaan bosses weer doen, jongens. Dus we gaan waarschijnlijk gaan we beginnen met de, ja, hoe heet dat ding? Ja, met de, hoe heet dat ding? Oké, even dit doen hier. There we go. We gaan beginnen met de ice boss. Oh, al die pixies. Oeh, ik wil niet landen nu. Oh, Jesus. Even jou doen, denk ik. Go, go, die pixies. Oh mijn god. Oh, dan gaan we dus bossen doen. We beginnen met de cryo boss, zoals ik al zei. En dan gaan we daarna, gaan wij waarschijnlijk mechanical bosses doen. Oh mijn god, hou ze tegen. Hou ze tegen. Hou ze allemaal tegen. Oh god, kom op, stop ze. Hou ze tegen. Oh my god, dit is zo erg. Oh shit. Oh nee, aan de andere kant ook. Ik moet hier door, ik moet hier door. Anders komt het niet goed. Oh god, oké. Okay. Jesus Christ. Oh hallo, Rainbow Slime. Gezellig. Oké, okay. Die kant op, alles. Go, go, go. Oh mijn god, dit is zo insane. I love it. En dit is nog niet eens... Ja, dit valt op zich nog mee met gewoon hoe krankzinnig het gaat worden uiteindelijk in Calamity. Maar dit is een goed voorbeeldje. Holy crap. Heal me, heal me. Waar zijn mijn dingen? Ik heb je eigenlijk wel nodig. Blijf daar maar even lekker. Oké, oké. Halleluja, halleluja. Dit is zo leuk. Oké, jongens. Dus dan is dit denk ik het einde van de episode. Dus hopelijk hebben jullie genoten. Ik in ieder geval wel. Ik vermaak me echt oppermate hier. Dus in de eerste episode gaan we dus bossen doen. Ik kan nu door al deze chaos even niet genoeg details geven over wat ik precies wil gaan doen. Maar het zal waarschijnlijk meerdere mechanical bossen zijn. Misschien zelfs alle mechanical bossen al. Aangezien we nu best wel overpowered zijn met al deze wapens. Maar ik ga opzoeken wat voor een accessoires we kunnen maken voor tegen de mechanical bosses en cryo. Voor mij heet die boss nou eens cryo gen. Als ik het goed heb. Dus tegen de cryo boss, cryo gen dus. Kunnen wij, hoe heet het... moeten we even kijken wat voor... De wapens zijn we op zich wel goed bij. We kunnen nog misschien upgraden. Dus dan kijk ik even voor wapens en accessoires die we kunnen doen tegen die boss. En dan gaan we dat eerst maken. Dus dan maak ik weer een lijstje met wapens die ik graag wil maken. Die ik heb gevonden op de wiki. Die me interessant lijken. En dan gaan wij dat doen. Dus jongens, bedankt voor kijken van ik nog een like achterlaten. En dan zie ik jullie terug in de eerste volgende episode van Experts Calamity, jongens. Dus bye bye. En tot... Done.